ik ben hier op de sluitingsprijs in Osmalen. Ik heb een klein puntje van kritiek gekregen dat ik iets te veel met voetballers praat. Dus daarom heb ik hier een veldrijder bij mij. Goedemiddag. Gisteren was van Bever mijn schoen gezien. Niet gezien, maar ik weet wel de uitslag. Klaar voor vandaag? Denk het, ja. Dat is de laatste keer afzien, dus altijd een leuk vooruitzicht. Het seizoen heeft lang genoeg geduurd, dus ja. We gaan skiën nou. Hoe ga je dat doen, stom aflaan? Dat ga ik u niet vertellen. Nee? Drugs? Prostituees? Ja, nog veel erger zelfs. Veel erger? Kinderprostitutie? Oh, zo. Dat is erover. Nee. Dat is een scoop dat we hier hebben op DW Sports. Hoe was uw jaar? Niet goed. Nee. Was het mentaal of was het lichamelijk dat... Gewoon alles bij elkaar, denk ik. Zit het ook niet mee, financieel? Ja, dat is ook een serieuze domper in het worden. Hè, ja. Maar. Nee, wat zei je goed buiten fietsen? Niks. Oei. Ik kan. Ah, kom. Ja. Blij dat je in een van die eeuwige tweestrijders hebt beland. De Schei tegen Van der Poel, Nijs tegen Welles, Hitler tegen de Joden. Ik denk, de laatste past niet echt in het draadje. Moet ik een vraag stellen? Wat is je tactiek anders dan de vorige keren om nu wel te winnen? Een beetje naar het helpen misschien. Ah, ja. Is dat ook onbekend om niet veel te antwoorden in die interviews? Korte antwoorden. Nee. Ja, Kent wordt liever met de pedal, ja. Ja. Misschien moet ik wel wabbelen dan... Dus ik ben Thomas. Ik werk dus voor DUW Sport. Ik heb nog getwijfeld om te wielrennen, maar ik heb dan toch voor voetbal aan. Ik heb tot mijn 16e gevoetbald bij FC de Goalgetters in Sint-Lorijns. Ik was spits. Ook nog atletiek gedaan. Maar fietsen, dat is altijd zo... Zeker in het zand is dat toch echt lastig, of niet? Atletiek is nog op een piste, dan is ook... Je hebt daar wat verschillen in, maar altijd in het zand rondjes fietsen, ik vind dat zo... Oké, bedankt voor het interview. Omdat je er al 6 keer gewonnen bent, moet je waarschijnlijk het parcours heel goed kennen. Ja. Ik wil zelf eens iets van Frietje nemen. Moet ik dat best daar doen of daar? Ik weet niet waar dat het minst volk is. Ginder. Het liefste eet ik een grote met zoete mayonaise, een citostick en bij ons noemen ze dat een gigantico speciaal. Ja, wacht, hè. Dat is eigenlijk een lange servela met een krokant dingetje rond. En dan... Speciaal zessen? Ja. Allee. Goed, hè? Ja, Bart zie je dat wel, maar ik probeer er wel een beetje op te letten, ja. Proberen, ja. Ja, proberen, ja. U hoort het, Sven Nijs zou graag hebben dat zijn renners aankomen. Dit was Thomas Geuhe van op de sluitingsprijs van Osmalen voor DW Sports.